Nou, opnieuw welkom. Inmiddels de vijfde vlog voor de lezers van Meemelijk Actueel. Ik begin weer even op hetzelfde plekje als tot nu toe elke keer. De voormalige winkel. Het is helemaal leeg hier. Ze zijn inmiddels dus begonnen met de opbouw van de afwatering. Ze hebben helaas de ramen moeten dichtspijken vanwege die online railschoppertjes. Beetje zonde van de moeite. Maar ze zijn ondertussen wel verder gegaan met werken. Dus ze hebben het hier voorbereid om de vloer erin te leggen. Hier in het oude pandje op nummer 6 is zelfs de isolatieplaten liggen er al. En dat zal volgende week gaan gebeuren. Dus we zijn nu echt weer aan het opbouwen. Ik sta inmiddels boven. Hier was de bibliotheek. Die komt voor een deel weer terug. Voor de rest wordt het één grote ruimte, publieksruimte. Dus het was kantoor, het was een soort privéruimte. Voor de grote ruimte waar je films kunnen vertonen, waar lezingen gegeven kunnen worden, waar je bijeenkomsten kunnen houden. De oude bedstee zit er op dit moment nog in. Het plafond is al veel hoger geworden. De trap is inmiddels al weg, dus als ik eruit wil hier, dan moet ik er even omlopen. Dat zal ik doen. Dat was het voor deze week weer even. U kunt ons steunen door te kijken op de website Bouw mee aan het Lekkerste Museum. U kunt ook de vlogs van Esther de Vries volgen via de Facebook-site van Meemelijk Actueel. En dan ziet u mij waarschijnlijk volgende week wel weer in vlog nummer 6.